Ja, en is van Marcel Positivo. Doorwerken na 65 jaar kan vaak niet. Veel mensen, vooral lager opgeleide, zijn fysiek niet in staat om nog na hun 65ste door te werken. Dat zegt de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, in het Algemeen Dagblad. De NVAB zegt dat veel mensen niet klaar zijn voor een pensioenleeftijd van minimaal 67 jaar. De fysieke belasting van mensen met een lagere opleiding is volgens arts en NVAB-bestuurder Ernst Jurgens dusdanig dat doorwerken niet kan. Kraakbeen is op een gegeven moment versleten. Mensen in de bouw, zware beroepen, schilders, mensen die echt de hele dag belast zijn met hun lichaam, die dan nog moeten werken tot hun 67ste, of misschien nog wel langer. Misschien in de toekomst wordt het nog wel pensioengerechtige leeftijd nog wel opgeschroefd naar 70. Het is te zot voor woorden. Want ik denk anders. Ik denk bij mezelf, als je dat op gaat schroeven naar misschien wel 70, dan profiteert de overheid van, want de mensen gaan misschien wel eerder dood. Kunnen ze ook minder snel genieten of korter genieten van een pensioen. Dus het is eigenlijk gewoon pure diefstal waar je het over hebt. Staatssecretaris Kleinstra zegt in een reactie dat werkgevers in omscholing moeten investeren voor ouderen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg kort in de bocht. Je zou gewoon iets moeten vinden dat de mensen gewoon op 65-jarige leeftijd met pensioen kunnen. Dan is vast wel ergens een potje voor te vinden of dan zou je weer ergens op anders moeten bezuinigen. Maar 65 jaar, zeg ik, waarom niet? Ik moet ook tot mijn 67 nog 12 jaar nog, of 11 jaar, het gaat opschieten. Over 2 maanden word ik, 3 maanden word ik 56. Jezus, wat een leeftijd. Maar ik zal voetbal nog niet, hoor. En ik zie er nog steeds goed uit. Maar dat staat er helemaal los van deze discussie. We gaan het afwachten. En Massa Positivo, tot de volgende keer.